Hallo allemaal, het is weer tijd voor een verhaal. Prinses Arabella is jarig. Geschreven door Milo Freeman. Er was eens een prinsesje dat Arabella heette. Samen met haar vader de koning en haar moeder de koningin woonde ze in een groot paleis. Ze was bijna jarig. Maar wat geef je een prinsesje dat alles al heeft? Allerliefste Arabellatje, vroeg de koning, wat wil je voor je verjaardag hebben? Prinses Arabella dacht diep na. Wat dacht je van rolschaatsen bezet met robijnen? Vroeg de koningin. Heb ik al, antwoordde prinses Arabella. Een gouden fiets? Heb ik al, antwoordde de prinses. Een knuffelmuis? Heb ik al, antwoordde de prinses. Een hobbelzebra? Heb ik al. Een theeservies? Een poppenwagen? Een. Heb ik allemaal al, riep prinses Arabella. Nee, ik wil iets anders. Ik wil een olifant. Een oliewat? Gilde de koningin. Pompelepee, mompelde de koning. Waar halen we zo'n beest vandaan? En wie zal het uitlaten? Prinses Arabella wuifde alle bezwaren weg. Ze moest en zou een olifant hebben. De volgende dag stuurde de koning zijn lakeien erop uit om een olifant te zoeken. 7 dagen en 7 nachten bleven ze weg. De 8e dag kwamen ze terug. Met een olifant. Eindelijk was het dan zover. Prinses Arabella was jarig. Toen ze die ochtend haar ogen opendeed, stond het cadeau al klaar. Van blijdschap danste Arabella rond de olifant. Ik ga meteen met haar spelen, jubelde ze. Kom, olifant, zit! Olifant stond verdrietig voor zich uit te staren. Hé, je bent mijn cadeau. Je moet met me spelen, riep Arabella ongeduldig. Maar olifant verroerde zich niet. Langzaam biggelde er een dikke traan langs haar slurf. En nog één, en nog één. Het duurde niet lang of prinses Arabella stond tot haar enkels in een tranenplas. Hou op, riep ze, straks verdrink ik nog. Ik wil naar huis, snikte de olifant. Breng me alsjeblieft terug. Dat kan niet, jij bent mijn cadeau, sputterde de prinses tegen. Maar toen olifant weer begon te snotteren, riep ze snel, hou alsjeblieft op met huilen. Ik breng je meteen terug. Onderweg zag prinses Arabella nog een heleboel bijzondere dieren. Die wil ik ook hebben, en die ook, riep ze. Olifant liep snel door. Toen ze uiteindelijk bij de plek kwamen waar olifant woonde, rende een klein olifantje hen tegemoet. Mama, je bent net op tijd terug en je hebt mijn cadeau meegenomen. Ja, kleintje, antwoordde olifant. En het is precies wat hij hebben wilde. Een echt prinsesje.